achter. We hebben nog uren en 10 minuten. Dus we gaan heel blij dat we hier zijn. Miranda was zenuwachtig, hè? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een hele nieuwe vlog. Mijn naam is Sergio en vandaag is een hele speciale dag. Want we hebben natuurlijk op kerstavond een speciale giveaway gedaan. En wel mijn auto. Die heeft iemand gewonnen en die gaan we vandaag brengen. Dus René is nog aan het werk, die staat normaal hier of hier. Die is om 5 uur klaar en om 5 uur rijden we meteen naar Almere. En dan hebben we daar afgesproken met Paul en dan gaan we samen naar Miranda. Maar voordat we de auto daar gaan afleveren, gaan we wel eventjes een beetje schoonmaken. Dus we gaan nu naar de wasserij. Auto is schoon en dan nu nog een beetje benzine erin natuurlijk, want anders hij rijdt niet op zonnebloemolie, zullen we maar zeggen. Ik ga wel missen hoor. Dat is toch mooi? Nou, zijn we staan in Almere. Dat is wel een ritje, hè? Man, ja, we zijn natuurlijk met 2 auto's, maar we moeten ook nog terugkomen. Ballonnetjes hangen er al aan. Ballonnetjes zitten er ook in. We gaan nu eerst naar Paul. Ja, we zijn bij Paul van King Alert. En die gaan we eerst dus even ophalen. Ja, en dan een klein beetje tijd kijken. Ja. Want om 8 uur gingen de dingen dicht om de auto over te schrijven. Ja, dus we moeten nog op een beetje haast openmaken. Hebben we nog wel eventjes. Heb ik gelukkig geen file gehad. Zo, dat scheelt echt een hoop. Echt, hè? Maar ik moet wel knijterhard plassen. Ja, ik ook. Dus we gaan naar binnen. Let's go! Zo, we zijn binnen! Yes, yes. Paul is erbij. We hebben een druk huis met honden. We hebben honden, we hebben heel veel kinderen. We hebben er eentje bij gekregen ook ineens, want we hebben er eigenlijk 2. We hebben er nu ineens 3. Toch, Nio? Oh ja, ergens nog, dit is echt waar. Nio, wat doe jij graag? Wat is dit? Nio? Durft hij te laten zien? Ja. Wat is dat? Nio is TikTok. Nio is gek van TikTok en ik haat dat. Nu zien die TikTok allemaal heel erg cringe. Doe eens een cringe dansen, doe eens eentje, Nio. Ik ga even kijken. Kijk, dit is teruggemaakt. Dat is beter. En je hoort een gateway. Maar dan ben jij er niet. Nee, dat durf je niet te laten zien, hoor wel. Oh, deze. Hallo, yes, this is Kiki. Oh, erg, hoor. Die dit heeft verzonnen is wel geniaal. Die heeft heel veel geld nu. Die heeft heel veel geld nu. Wij gaan nu de auto brengen naar de winnares. Yes, ja, we moeten een beetje opschieten vanwege de tijd, zeg maar. Ja, want de auto moet op naam worden gezet. Dus ja. We hebben tot 8 uur. We hebben nog uren en 10 minuten. Dus we gaan heel blij dat we hier zijn. Miranda was zenuwachtig, hè? Miranda was zenuwachtig. De hele dag al. Nou, we gaan rijden. Uit het lijden verlossen, denk ik, hè? Ja, inderdaad. Oké, dan Bardo. Dag, kinders. Zo, ons laatste ritje in deze Seat. Ja. Maar hij komt goed terecht, hoorden we al net. Ja. Want Miranda is... Nee, inderdaad. Nou, we hebben er nog een paar reserve in de auto. Ja. Want Miranda was een van de deelnemers die Paul ook had aangedragen. En dat was ook degene die we hebben getrokken. Dus we zijn nu onderweg naar haar en ze zeiden al, haar komt echt heel goed terecht. Dus dat is heel fijn dat we met dat gevoel kunnen weggeven. Ze is knijterzenuwachtig. Ja. Nou ja, we gaan even zien. We rijden nu achter Paul aan. En dan gaan we nu... Is het echt zo ver, gat? Het is echt afscheid. Ja. Een of andere indianentoren, maar dat zijn gewoon de ballonnen zijn kapot. Het ging om het idee. Wat is het nou? Nou okay. Gelukkig hebben we nog wat zielig hoofd. Precies. Hier kan je, hè? Ja, hier is het. Nou, kan het makkelijk. Even op het raam kloppen. Sinterklaas. Een beetje Piet ook, hè? Ja. Hallo! Hallo! Hi, Miranda. Hallo, binnen. Hey. Mogen we filmen binnen? Ja hoor. Ja. We gaan eerst kijken, want er staat midden op straat. Oh, jeetje.
We hebben ons best gedaan met ballonnen, maar ze hebben het niet overleefd. Oh, ik zit helemaal. Oh, allemaal ballonnen. Ja. Wauw. Te gek. Oh mijn god, zit dat echt bij mij? Miranda, die moet erop blijven. Je mag erop blijven hoor. Oh, ik zal me even voorstellen. Hi, Miranda. René. Nou. Eindelijk! Ja. We zijn heel blij dat je er zo blij mee bent. Ja, heel erg. Wij hebben er echt heel veel plezier van gehad. Ja. Ik zit helemaal te trillen. Nee, helemaal niet hoor. Hij wordt dadelijk echt van gaaf, jou. Wauw. Leuk hè? Hij is onwijs zuinig. Echt? Ja, hij is echt super zuinig. Oh, jee. Alleen ja, 365 dagen lang moet je dit erop laten zitten. Dat is een tegenprestatie. Ja. Hij rijdt ook hij komt zo goed uit. Ik ga 4 keer per week naar Hilversum. Met de trein. Ja, dus ik ben vanmorgen voor het laatst gegaan. Ja, wij zeiden net ook, ons laatste ritje, daarna wordt hij lekker van jou. Maar waarom ga je in Hilversum ook alweer? Naar mijn moeder. Van, hoe oud? Mijn moeder is 90. Ja. Oh. Ja. Op zijn moment, die is voor jou. Oh mijn god. We gaan natuurlijk nog even op je naam zetten. Alsjeblieft. Oh, echt. Hartstikke bedankt. Even knuffelen. Ja, tuurlijk. Dankjewel. Het is je gegund. Pas op voor de buik, pas op voor de buik. Ja. Ze steekt een beetje. Ja, niet die van jou, hè? Ik bedoel van haar, hè? Ja, mijn buik die veert wel mee, hoor. En mijn is weg door het boksen, dat is wel een voordeel. Lekker, hè? Cameraman nu, dus moet je wel even aangeven. Oké, let op. Ik heb nog een kleinigheid. Nee, wacht, ik heb die camera nog hier. Jezus, ik had hem nog hier. Ik moet wachten en dan even 3, 2, 1. Ik heb nog wat gekocht, een kleinigheidje voor jullie. Nou, wat lief. Ik wilde cadeautje kopen, maar nou, ik heb hem al vergeten. Wat super lief, wat echt niet lief. Dat is echt maar een kleinigheidje. Maar uit de goedheid. Ik zie. Oh, wat leuk. Oh, gaaf zeg. Super lief. Oh, heel tof. Maar ja? Het wordt een meisje, hè? Nee. Ja, sorry, maar ze hebben de fout nog meer. Ik wou net gaaf. Ik wil het een grote maatje. 0 tot 3 maanden. Is niet zo groot. Nee. Ja, het is wel iets. Maar misschien de leuke kleurtjes ook. Ik zeg je zelf niet zo groot. Ik denk ik pas hem zelf nog. Zoiets hebben we nog niet. Dankjewel. Alsjeblieft. Echt heel leuk. Goeie smaak heb je. Ja, ik zag al dat jullie een beetje van stoere dingetjes. Ja, doen, dus, zeker. Maar dan gaat Ben nou meteen weer naar de bezen zitten altijd. Ja, altijd hè. Kimmy is met je ditje. Echt hartstikke. Maar ik kan jullie geen koffie nu aanbieden. Nou, ik. Nee. Laten we ik eerst, dat maar gewoon doen. Want anders dan. Okay. Als we te laat zijn. Dan pak ik mijn jas. Dan gaan we! Nu nog gaat de bijrijders toe. Grote moment. Ja, ja. Ik ben helemaal blij. Ik blijf erbij, hoor. Oké. Dankjewel. Zullen we het echt? Ja, nou moet ik wel rijden. Ja, nou moet je echt zelf rijden. Help, help, help. Doei, doei, mensen. Ik crash meteen hoor, aan de eerste bocht. Hij is verzekerd, geef niks. En ook weer de naam ook nu. Ja. Yes. Ja. Volgens mij een andere knopje. Ja. Doei. Doei. Au. Jij al de bus aan? Ja. Doei, veel plezier ermee! Doei! Doei! Oh, oh, oh. Zo, nou, we zijn echt ontzettend blij dat deze vrouw het heeft gekregen. Want wat een lieverd. Gewoon babykleertje gekocht.
babykleding. Nou, dat was echt, had echt niet gehoeven, maar super leuk ook nog eens. Dankjewel. En ze was er echt, echt oprecht heel blij mee. En ze vond hem lekker rijden. Ze ging meteen naar Hilversum, ja, naar de vriendje. Ja, dus dat was helemaal geweldig. En ze zat in de auto bijna met tranen in de ogen en ze was zo blij. Ze kon het niet geloven en de familie had het er ook allemaal over. Gewoon zoiets van, ja, hoe bestaat het dat in deze tijd, nou in deze, ja, in deze tijd, in ieder geval zo vertelde zij het, dat iemand gewoon zijn auto weggeeft. Ja. En weet je, ik hoef echt geen veren in mijn reet, want het gaat echt niet van dat ik me daar nou... over gecomplimenteerd wil worden, maar wij, ja, dat zijn gewoon karmapunten en nou ja, maar vrouw is gewoon onwijs gelukkig. De reactie die zij heeft gegeven, daar halen wij heel veel voldoening uit, dus super. En Paolo? Was ook nog heel gezellig. Het was super leuk. Ja, super. Dus nu gaat de magneet... We zijn nu bij onze enige auto. En magneet gaat nu op de Mini. En die gaat hier erop. Ja, die kant kan ik er niet tussen. Gooi hem lekker hierop. Ja. Hier zo. Het is een beetje donker om te zien, maar dat... Ach. Oh, wacht even. Kan je bij de spiegel? Helemaal top. Ja, we hopen dat jij het haar net zo gegund heeft. Ja. Hebt. Okay. En we hopen dat jij het net zo gunt aan haar als wij. En we hopen dat je dit een toffe vlog vindt. Dus even duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En op een belletje drukken. En dan zeggen wij voor nu, slaap lekker. Slaap lekker. En tot de volgende keer. Ciao. 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 Ciao.